Hey en welkom op het kanaal van het Ene Waluwmeisje. Jongens, vandaag is het zover. De Halloween Friday Nights 2021 gaan vandaag van start. En wij hebben er uiteraard hartstikke veel zin in. Ik kijk er echt enorm naar uit. We zijn zojuist al door de controle heen gegaan. En het eerste wat er dus gebeurt is dat je je coronabewijs moet laten zien. Ik ben dus gevaccineerd, dus ik heb mijn QR-code laten scannen. En dan moet je ID-bewijs laten zien. Daarna moet je door de tassencontrole. En dan hoef je hier alleen nog je ticket te scannen. En dan kan je naar binnen. Zo simpel is het eigenlijk. Dus hier is de controle, tassencontrole en dus je testcontrole. En dan is het zover, jongens. Ik zie ook meteen hier dat ze allemaal oranje bloemetjes hebben neergezet en strobalen en zo. Superleuk. De Halloween muziek draait al. Oh jongens, ik heb er zoveel zin in. Nou, zoals jullie kunnen zien hier, de tenten zijn ook weer terug. Dus dat bewijst eigenlijk waarschijnlijk al helemaal dat je hier dus alsnog een test kan doen. Voor als je dus je test vergeten bent, voor of mensen die er dus niet van op de hoogte zijn. Ja, daar staat ook nog een soort ambulancewagen, dus dat zal er ook wel mee te maken hebben. Nou, we hebben hier dus al de plattegrond van Spooky Days. Je kan dus weer op monsterjacht, dat hadden ze vorig jaar ook al. En dan heb je dus een plattegrond waarbij je ook allemaal dingetjes uit kan krassen als je dan bij bepaalde monsters bent geweest. En uiteindelijk kan je dan volgens mij een... ren voor je leven. Zoek een verstopplek. Dan kan je dus ook zo'n button krijgen als het goed is. Dat is echt super leuk, vooral voor de kinderen. Wij mochten vorig jaar niet meedoen, maar we hebben alsnog buttons gekregen. Maar ja, misschien gaan we het zo meteen wel even doen. Hier kunnen jullie alvast een beetje zien wat er allemaal is. Oh ja, deze button kan je krijgen. Ja, super leuk. Nou, hetzelfde mascotte is helemaal een Halloween thema. Hij heeft een capeje om en een zwart t-shirt met een witte weder op. Ja, best wel leuk dat ze dat doen. Zoals ik al vertelde in mijn vorige video's, is het dus zo dat er een kleine openingsshow komt hier van Spooky Days. Daarna begint de Spooky Days dus officieel en dan gaan we dus ook op zoek naar de andere characters die te vinden zijn. Ik ben dol op enge dingen, op vieze dingen, maar vooral op monsters, zoals jullie. maar ik zoek nog meer monsters. Kijk, die paar monsters die hier nu staan, dat is natuurlijk niet genoeg. Wat? Wat echt? Ik ben hier de baas! Nou, zoals ik dus al zei, ik heb nog meer monsters nodig en daar heb ik jullie heel hard bij nodig. Daarom krijgen jullie nu allemaal een echte monsterjachtkaart. Monsterjachtkaarten kunnen jullie de monsters zoeken en als jullie ze gevonden hebben, dan krijgen jullie een verrassing. Dan is het nu tijd om mijn Halloween Spooky Days officieel te beginnen. Ik tel straks af van 10 naar 0 en dan laten jullie allemaal je allerhardste monsters heel horen. En zijn jullie er klaar voor? Zoals jullie hebben kunnen zien, hebben we zojuist de introductie gezien van Spooky Days. Als het goed is, is dit showtje er dus elke dag. Ik vond het zo leuk, jongens. Dit was zoveel leuker dan verwacht. Ook leuk dat ze de mascotte erbij hebben betrokken. Dat was iets wat ik ook niet had verwacht. Wij gaan nu op zoek naar de monsters. En we beginnen in Tangle Twix. Hier bij de villains versie van Spooky Days.
zie je dus een paar villains. En er is er eentje met een Daisy thema, eentje met een Eddie thema. Die van Eddie zag jullie net al voorbij lopen, dat is zij. Dus dat is zeg maar de supervillain van Eddie. Hier is de supervillain van Daisy. Zoals jullie kunnen zien, ze lijkt er een beetje op. Hier heb je Alice in Horrorland. Zoals jullie kunnen zien, had ik ook verteld, hebben ze dus een karretje waarmee ze dus een beetje rondrijden door het park. Ja, superleuk dat ze dat doen eigenlijk. Oké, doei. Nou ja, Alice natuurlijk, de Mad Hatter en de White Rabbit. Hartstikke leuk. Er zijn visie. Van Spooky Days gezien en tot nu toe vind ik het echt heel erg leuk. Zeker beter ook dan 2019. Dat is natuurlijk ook het eerste jaar van Spooky Days en vorig jaar, ja, weten we allemaal dat het niet echt het beste jaar was van überhaupt Halloween. Dus ja, dit jaar is het echt zeker verbeterd. Het is natuurlijk voor kinderen bedoeld, dus het is natuurlijk niet helemaal voor onze doelgroep, maar het is nog echt heel erg leuk. Ook op de foto geweest met Daisy en het was echt heel erg leuk om hem weer te zien. Super tof ook. En nogmaals, het showtje was ook heel erg leuk en dat is er dus alle dagen. En je kan dus ook gewoon met Daisy op de foto, ze loopt gewoon rond door het park. Ze hebben hier van de Freaks hebben ze dus ook een karretje waarmee ze rondrijden. Ja, kijk nou, jongens. Dat is toch hartstikke leuk dit. En hier staan ze. Nou, we zijn nu dus eventjes in de WAP-shop in de Hall of Fame. En ze hebben nu dus ook merchandise van The Darkness. Ik weet niet of jullie het goed kunnen zien, maar ze hebben dus een magneet en een sleutelhanger en een armbandje en een t-shirt zelfs. Hier hebben ze zelfs nog een drinkbeker van The Darkness. Nu kun je ook echt die vorm van The Darkness een keer goed zien. In het eerst zie je alleen eigenlijk die horns erop. En ja, ze hebben ook weer de gebruikelijke merch die ze zeg maar vorig jaar ook hadden. Oh, nou, hier staat het popje van Eddie.
En dit is ook allemaal zeg maar nieuw van nog van vorig jaar. Dus het is eigenlijk allemaal nog nieuw, want vorig jaar heeft het echt maar een paar dagen in de winkels gelegen. Want zo gauw Fairness gecanceld werd, hebben ze het allemaal weggehaald uit de shops. Nou, hier hebben ze dus ook nog een hoodie van The Darkness en een beanie. Ik weet zelf niet zo goed wat ik ervan vind, als ik eerlijk ben. Het zegt voor mij niet echt Friday Night, dus ik denk dat ik er zelf niks van ga halen. Maar ik vind het wel heel erg tof dat ze er merch van hebben gemaakt. Ik moet zeggen dat ik het ook wel een bijzondere keuze vind dat ze merchandise hebben gemaakt van The Darkness. Aangezien ik ervan uitga dat Darkness er volgend jaar niet meer is. Dus ik weet niet hoeveel merch ze hiervan hebben ingeslagen. Maar ik hoop voor ze dat ze dan misschien zoveel mogelijk dit jaar verkopen. Al moet ik zeggen dat ze ook nog steeds merchandise verkopen van Never Celebrate Again. En dat thema was er in 2014 en daar verkopen ze ook nog steeds merchandise van. Maar ik vind het echt heel erg tof dat ze hier merch van hebben gemaakt. En om ook meteen dus even terug te komen op Spooky Days. Ik vind het zo leuk dit jaar, jongens. Ik heb het echt naar mijn zin. Ik weet niet eens wat mijn favoriet is tot nu toe. Ik vond het er allemaal zo leuk uitzien. En het is zo fijn dat de acteurs ook gewoon weer normaal rond kunnen lopen, zoals jullie konden zien. Want de 1,5 meter en alle andere coronaregels die gelden dus niet in het park. De 1,5 meter is natuurlijk sowieso opgevallen momenteel in Nederland. Maar omdat het dus testen voor toegang is, is het dus ook zo dat je geen mondkapjes hoeft te dragen. Geen afstand hoeft te houden en de acteurs gewoon vrij rondlopen. Ze hebben hier nog, dit hebben ze al wat langer. Dit is allemaal nieuw verder. Daar hangt ook dat vest waar ik het eerder over heb gehad. Dit hadden ze ook al. Dit is nieuw van vorig jaar. En ik zit zelf ook te twijfelen om deze te kopen. Want ik vind, ik weet niet, ik vind het gewoon gaaf. Ik kan even kijken hoe duur het is ook. €40, dat valt nog mee. Ik dacht dat het €60 zou kosten. Dan weten jullie dat ook meteen. Een beetje hetzelfde dus als vorig jaar qua merch. Ik zit even kijken hoor, klopt het echt? Nou, oké. Dan heb ik iets heel moois. Loop even mee, ja. Kijk, hier staat natuurlijk een hele mooie kist. Dat is een schatkist. Ja, dan gaan we het krijgen. Dat is een schatkist. Omdat jullie het zo goed gedaan hebben vandaag, hebben jullie hier deze prachtige button en verklaar ik jullie tot medemonsters. Nou, alsjeblieft. Applaus. Ja, goed zo. Goed bezig. Als je dus de plattegrond, alles hebt afgekruist in de plattegrond, dan krijg je dus deze monster button. En dan behoor je tot een van de monsters. Nou, wij zijn een monster. Wij zijn monsters. Helemaal top, high five. Dat is één. Wat is dat? Weet ik niet. Wat is dit? Geel. Alleen de kracht. Schat, het ziet er prachtig uit. Ik moet dat je niet bij komt. Je kunt alleen dat je moeder niet ziet. Zoals ik al eerder had verteld, zijn er ook weer overal van dit soort shops in het park. Daar kun je altijd random Halloween merchandise halen. Ook de Eddie haarbanden die erg populair zijn. En van die hoorntjes en zo waar je altijd iedereen mee rond ziet lopen. Dat kan je dus gewoon in dit soort tenten halen. Zoals ik ook al eerder had vermeld in andere video's. De virtuele wachtrij geldt dus niet tijdens Halloween Friday. Dus je kan gewoon fysiek aansluiten in de wachtrij wanneer je zelf wilt. En bij elke attractie die je zelf wilt. Het kan niet missen natuurlijk, Halloween shop. Ik ben heel erg benieuwd wat ze hier allemaal hebben. Ik zie hier gewoon alle normale merch eigenlijk. En alle darkness merch. Ik zie niet echt iets nieuws of zo. Alleen dit van de darknesses, dat is echt helemaal nieuw. Dit is allemaal nieuw, maar dat hing ook in de vorige. Ja, fantastisch. Dit is wel echt heel leuk gedaan.
Oké, ja, wij hebben het denk ik een beetje verkeerd begrepen. Ik dacht dus dat ze hier merchandise zouden verkopen van echt Fridays van vroeger. Dus dat ze hier echt dingen van bijvoorbeeld Dr. Shock en Professor Mortis en zo zouden verkopen. Gewoon, ja, Beetlejuice, weet je, dat soort dingen. Maar wat wel heel erg leuk is, is dat ze hier muziek draaien van oude zones. Dus dat is wel een heel leuk detail. En ja, de shop zelf ziet er echt hartstikke leuk uit. Dat kon je net ook al zien, dat van Eddie en hier met, oh, met Daisy en zo. Dus ja, ik vind het wel een heel leuk winkeltje. Zo. Nou, dat was ook een leuke toevoeging. Je hebt hier scare geluiden. Altijd leuk. Ja, jongens, deze ophoping, typisch Friday night. Dit is natuurlijk voor Jefferson Manor. Die gaat al open om 3:00 namelijk. Dus ja, dan heb je dit altijd net als vanouds. Dus ja, mocht je om 3:00 in Jefferson gaan, houd er rekening mee dat het hier hartstikke druk is. Deze is echt wel leuk. Wat nu dus ook erg fijn is aan het feit dat het nu testen voor toegang is, is het feit dat je hier nu ook gewoon weer binnen mag zitten. Zoals jullie kunnen zien, de tafels staan er ook weer allemaal. Dus dat scheelt weer enorm. Hoeft niet iedereen naar buiten te gaan, ook al zitten er nu meer mensen buiten, want het is echt enorm mooi weer. Maar ja, ik ben daar echt heel erg blij mee. Nou, ondertussen liggen de Halloween Finance plattegrondjes er ook bij. Uiteraard met de darkness op de voorkant. Ja, hier hebben ze ook gewoon weer de promotie voor alle experiences. En daarover gesproken trouwens. Je kan dus in het park zelf ook spookhuistickets kopen. Maar hou er dus rekening mee dat het wel duurder is. Dat is altijd zo. Maar hier staat op het bord dus onder andere ook dat Wrong Turn Into Darkness dus €15 kost in het park. En de Final Hideout €10. Normaal is de Final Hideout dus €8. En deze is dus €12,50. Dus hou daar wel rekening mee. Ondertussen zijn de spooky days voorbij, jongens, en we hebben het echt super leuk gehad. Ondertussen gaan de Friday nights wel bijna gestart. Ik heb er echt super veel zin in. Ik begin vandaag in Pirate's Cove. Ik wilde eigenlijk in Nightmares beginnen, maar ik dacht echt iedereen gaat daar staan. Maar ze hebben dit jaar ook iets nieuws bij Nightmares. Dat gaan jullie als het goed is ook zien. Wat dus ook heel erg gaaf is dat je dus af en toe de darkness gaat zien in de zones. Dus dat dan de zones als het ware plat gaan en alle lichten uit, geluid uit. En dan hoor je dus de oproep van de darkness. Daar ben ik zo enorm benieuwd naar. Ja, ik ben echt benieuwd wat ze daarvan hebben gemaakt. Het is vandaag trouwens een uitverkochte dag. Dus ja, het is eigenlijk wel gewoon een beetje de typische Friday night drukte die het normaal eigenlijk altijd is. Het park draait niet op volle capaciteit. Ik weet niet hoeveel mensen er precies zijn. Misschien tegen de tijd dat deze video online staat, is het al bekend. Maar momenteel weet ik in ieder geval wel dat ik het echt super erg naar mijn zin heb. En ik kan niet wachten totdat Friday night begint.
jongens, dit is dus de silent disco hier bij Spiro Sound. Iedereen hier heeft een koptelefoon op en zoals jullie horen draait er geen muziek. Althans niet hiervan, er draait wel muziek uit de speakers van Fontijn. Dus ja, het ziet er heel grappig uit. Ik zie dit eigenlijk voor het eerst. Ondertussen zijn we onderweg naar Nightmares en jongens, ik ben gewoon zo enorm blij dat Friday Nights gewoon weer normaal gevierd wordt nu. Het voelt zo goed om de acteurs gewoon rond te zien lopen en ze waren nu al zo goed. Ik heb enkel Pirates gezien. Maar ja, ik ben zo benieuwd wat de rest van de avond brengt. En ja, ik ben dus ook heel erg benieuwd naar Nightmares. En ze doen nu een rondje park om dat te regelen. Nou jongens, die beer is dus nieuw. Jullie weten dat ze voorheen ook een beer hadden. Deze ziet er zo gaaf uit. Veel beter dan wat het eerste was, eerlijk gezegd. Zoals verwacht hebben ze dus inderdaad de baby hier ingezet. Ik vind het echt super slim. Ik ben überhaupt verbaasd dat ze de baby terug hebben gebracht. Omdat hij vorig jaar dus vaak op zijn hoofd werd geslagen. Dus ik hoop dat dit voor hem werkt. Als hij, ja, als het even niet goed gaat, dat hij hierin kan staan. What the fuck? Oh. Nou, daar is de tandenvee die we allemaal kennen. Ze vliegt. Zo de bosjes zien. Jullie hebben zojuist een paar shots kunnen zien van Nightmares. En jongens, wauw. Echt. Ik ben super enthousiast, eerlijk gezegd. Ik vind het oprecht, wauw, gewoon wauw. Pinocchio, echt perfect. Zoals jullie weten, Pinocchio is echt een van mijn favoriete characters van Friday Nights. Echt door Anton Friek en zo. Hij doet het echt geweldig. Ik bedoel, ze doen het allemaal super goed. Ik vind de beer een grote verbetering. Ik vind het cool dat de tandenvee nu ook, zeg maar, vliegt. Het is niet echt mijn favoriete scare, zeg maar. Want ja, het is niet echt een scare, maar het is wel een hele gave toevoeging aan de zon. Wel was het echt heel erg druk net daar. Dus de beelden zijn niet perfect. Daarom hebben jullie vooral, denk ik, kleine stukjes gezien. Maar ja, ik vond het echt heel erg tof. En ook tof om te zien dat er weer zoveel acteurs terug zijn. Nou, hier jongens is de dinner experience van de clinic. Dit ga ik 29 oktober pas doen. Maar Camps Out of Carnage, de dinner experience, die ga ik wel de 17e al doen. Dus die doe ik wel eerder dan de clinic. Wij hebben zojuist ook al de darkness meegemaakt in Nightmares. Ik moet zeggen, het viel een beetje tegen. Helaas had ik toen niet mijn camera in mijn hand. Maar het geluid daarvan was heel zacht. En van de lampen konden we nog niks zien omdat het nog te licht is buiten. Dus ik hoop echt dat het 's avonds wat, ja, wat spectaculairder eruit ziet. Het kleine stukje
ik had verwacht dat alle lampen uit zouden gaan. Niet dat ik het erg vind hoor dat ze niet uitgaan, maar het is echt heel kort. En heel zacht eigenlijk best wel. Ik had echt gewild dat ze het wat harder zouden zetten. En toch wel iets groter, met een grotere knal of zo erbij. Het was nog heel gaaf, daar niet van. Maar ik had er wel meer van verwacht. Ik ga vandaag dus geen experiences doen. Dat ga ik morgen allemaal doen. Dus daar komt echt een aparte video van. Waarin ik uitgebreid ook gewoon mijn mening geef en een review geef van alle experiences. Dus daarvoor moet je vooral even mijn kanaal in de gaten houden. Want dat is de eerstvolgende vlog na deze. Zien. De eerste foto met Eddie is een feit. We hadden mazzel dat we net nog tegenkwamen. Want je moet dus mazzel hebben om Eddie überhaupt tegen te komen. Oh my god. Godzijdank hebben we hem nog gezien. Het is echt. Het was zo leuk om hem weer te zien. En uiteraard herkende hij ons ook weer. Echt heel leuk. Ik ben ook wel blij dat je Eddie nog steeds kon ontmoeten dit jaar. Het is wel anders dan normaal. Natuurlijk, omdat nu moet je ook gewoon weer mazzel hebben om hem tegen te komen überhaupt. Dat is wel een beetje een nadeel, want het is echt super chaotisch, want iedereen staat gewoon echt super dicht op elkaar, zoals jullie konden zien. En je moet gewoon mazzel hebben of je aan de beurt komt. Wij hadden mazzel, wij kwamen aan de beurt gelukkig. Ook heel tof dat je gewoon weer gewoon naast elkaar op de foto kan. Dat je elkaar gewoon weer kan knuffelen en zo. Ja, echt super tof. Nou jongens, hun team is ook weer echt prachtig uitgelicht. Ik zou echt willen dat ze dit vaker zouden doen. Maar helaas doen ze het wel alleen met Finance, wat natuurlijk heel erg begrijpelijk is. Daar is Untamed ook weer uitgelicht. En ja, het ziet er zo fantastisch uit. En normaal gingen de lampen dus ook aan en uit als de trein erop ging. Dat is nu zo te zien niet zo, dus dat is wel jammer. Maar het ziet er nog steeds echt fantastisch uit. Die lampen even op pakken en goed schijnen. Nou. Blijven lachen.
echt heel blij dat ze het toch hebben overwogen om het terug te halen. Want het is echt een blijver dit. Hij heeft er net 20 cent gegeven. Oh, daar gaan ze. Oh ja, ik heb die zaag. Oké, jongens. Zoals jullie wel konden zien, zijn we nu bij de Rednecks. Wat heel erg opvallend is, is dat ze hier de oude soundtrack draaien van Things. Niet de eerste versie van Things, maar de tweede versie. En Nightmares heeft nu zeg maar die zone vervangen. Ik moet heel hard praten. Maar die track, die draaide hier dus net. Ik weet niet of jullie het konden horen op de achtergrond. Jullie konden waarschijnlijk niet heel goed horen wat er werd gezegd. Maar Tom is nu eigenlijk getrouwd met die aardige mevrouw die net bij hem zat. Oh, ik heb zo hard gelachen. Oh, die redneck jongens, echt waar. Fantastisch. Jullie hebben ook al shots kunnen zien van Tackle Twix. Ook dat, jongens, ben ik echt super positief over. De zon ziet er echt fantastisch uit. Heel mooi uitgelicht en zeker een betere plek dan waar Tackle Twix voorheen zat. Ik vind het absoluut een verbetering. En ik ben er heel positief over. En ik kom ook even terug op de opmerking die ik eerder maakte over de darkness. Wat we dus eerst zagen, viel het best wel tegen. Van als de darkness zeg maar kwam en de zon overnam. Maar ik moet zeggen, de laatste paar keren dat we het hebben gezien, zag het er juist heel erg gaaf uit. En werd de hele zon juist donker en kwamen er juist groene lichten. Als het goed is, hebben jullie die shots kunnen zien. Dat vond ik wel heel gaaf. Nog steeds mag dat geluid van mij wel iets harder van de darkness. Maar nee, ik vind het überhaupt echt een super gaaf toevoeging aan de zones. En ik hoop dat jullie mij goed genoeg verstaan, want ik moet echt heel hard praten. Maar voor nu hebben we het nog steeds hartstikke leuk. En ik heb echt een fantastische avond, jongens. En ik ga nu maar stoppen, want jullie horen mij niet meer, denk ik. Mochten jullie je dus afvragen hoe Eddie zich vervoert door het park, dat doet hij dus op deze manier. We zagen hem toevallig, dus we dachten we wachten eventjes.
Oké, terwijl ik mijn vlog zit te editen, zie ik dus dat ik niet superveel meer heb gepraat in het einde van de video. Maar ik wilde er dus nog eventjes aan toevoegen dat het begin en het einde van Finances eigenlijk heel anders ging. Normaal was het altijd aan het begin zodat je een soort knal hoorde met It's 6 p.m. En aan het einde van de dag was dat dus ook altijd zo. Dat hadden ze nu dus niet. Het was nu dus het geluid van de darkness wat je hoorde. En dat is dus ook het laatste shot wat jullie zien. In Nightmare, daar hebben we dus ook afgesloten. Dus ik dacht, ik voeg er nog eventjes aan toe voor de duidelijkheid. Dan weten jullie dat. Ik weet niet zo goed wat ik daarvan vind. Ik vind het heel gaaf. Jullie konden ook mijn reactie zien aan het begin van de avond. Toen was ik echt helemaal van, wauw, heel erg leuk. Maar ik heb toch gewoon bepaalde, misschien sentimentele waarden aan de, standaard It's 6 p.m. en zo. Dus ik vond het wel jammer dat die er niet was. Maar tegelijkertijd vind ik het wel... een heel gaaf begin en eind. Maar wel jammer dat de normale introductie en outro als het ware van Fridays er niet is. Ik had het misschien nog wel leuk gevonden als ze het samen hadden gedaan, denk ik. Maar goed. Het volgende wat jullie gaan zien is de eindscare op Main Street. Geloof het of niet, maar we zijn toch nog eventjes gaan kijken bij After Dark. Ik zal niet het huisje filmen, want er zitten gewoon mensen binnen. Maar dit is dus hoe het er s'nachts uit gaat zien. Helaas kunnen we natuurlijk geen acteurs zien. Dat gaat allemaal nog veel later door vanavond. Als het goed is, rond 1 uur. Het is nu ongeveer 11:30. Zoals jullie konden net ook de eindscare zien. Hier dus de verlichting van After Dark, bij de vampieren in ieder geval. Nou jongens, dat is dan het einde van de eerste Halloween Friday Nights vlog. Ik heb het zo ontzettend naar mijn zin gehad. Ik ben zo moe nu en zo enorm brak. En mijn voeten doen enorm veel pijn. Wat in principe een goed teken is in dat geval. Maar ik heb het zo fantastisch gehad. Echt waar. Het had echt niet beter kunnen gaan. En morgen ga ik dus alle experiences doen. En ik kijk er echt heel erg naar uit. Voor mij was het echt een complete avond. En ik ben gewoon echt super positief over alles. De acteurs hebben het echt fantastisch gedaan. De lichteffecten zagen er geweldig uit. Het enige wat dus een beetje jammer was, was het hele gedoe met de darkness. Maar dat heb ik natuurlijk al verteld in mijn vlog en zo. Van het hele verhaal van de darkness wordt ook niet heel duidelijk als je dus in het park loopt. Maar als je het dus wel kent, dan is het dus wel een gaaf toevoeging op zich. En misschien, weet je, het kan altijd nog veranderen. Dit was de eerste dag, ze kunnen altijd nog veranderingen toevoegen. En sorry jongens, ik ben een beetje moe ondertussen, maar ik ben heel erg tevreden. En ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. Ik heb vandaag denk ik wel het meest genoten van Nightmares en Pirates, als ik eerlijk ben. Dus maar ze waren allemaal fantastisch, als ik eerlijk ben. Althans, als ik heel erg eerlijk ben, vond ik Villains een beetje tegenvallen qua effecten. Daar was ik al een beetje bang voor. De spiegels zijn natuurlijk weg. Dus er waren gewoon niet heel veel effecten in Villains. En dat vond ik wel een beetje jammer. Maar goed, morgen weer een dag. Morgen gaan we weer kijken naar alle zones. En ik wil jullie bij deze heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. En tot de volgende.